Je hebt dus inderdaad 9 cellen. En die laatste, die geeft aan 40 volt. Wacht, dit doen we even overnieuw. Hey, hoe is het? Het is even een tijdje geleden dat ik een filmpje heb gemaakt. Ondertussen heb ik wel 130 abonnees. Dus dat is echt best wel veel. De laatste keer dat ik mijn laatste filmpje heb geüpload, had ik er ongeveer 90. Dus dat is echt... ik weet niet waar ze vandaan zijn gekomen, maar dat is wel super tof. De reden eigenlijk waarom ik niet zoveel filmpjes meer heb gepost, is omdat ik een andere baan heb. En toen ik nog bij de bouwmarkt werkte, toen had ik nog... Eén dag per 2 weken had ik gewoon vrij. En in die vrije dag kon ik gewoon van alles nog wat doen. En nu ben ik gewoon echt... Maandag tot en met de vrijdag ben ik gewoon weg, zeg maar. Maar misschien komt er binnenkort wel een beetje verandering in. Dat ik wat anders nog kan doen om toch filmpjes te maken. Maar dat gaan we dan wel zien. Dus even in korte lijnen. Ik ben inderdaad heel even weg geweest. Het zal waarschijnlijk nog heel even duren voordat ik mijn volgende filmpje wel ga posten. Maar ik vind het nog steeds super tof om filmpjes te maken. Dus dat zal ik ook gewoon blijven doen. Maar het kan wel even duren voordat ik mijn volgende filmpje heb geüpload. Dus we gaan het zien. Voor nu heb ik in ieder geval nog wel even een klein projectje. En dat gaat over een fiets van een e-bike. Dit is van een collega van me. Eigenlijk van de moeder van een collega van me. Het is van een Stella fiets. En in principe is de klacht van de accu is dat hij heel snel leeg gaat. Dus ik heb eigenlijk eerst gevraagd van is het een nikkel-metaal accu of een lithium-ion accu. Het is een lithium-ion accu. Lithium-polymeer is het. Dus de kans dat die... hoe oud zal deze accu zijn? Ik denk... jaar of 6 oud misschien. De kans dat hij in die 6 jaar tijd een degradatie heeft gekregen van 80%, dat er nog maar 20% in zit, lijkt me vrij sterk. Dus wat ik op voorhand al denk, is dat ze... Dit is 36 volt. Er zitten een paar pakketten in om hem, om hem op die 36 volt te krijgen. En ik denk dat één zo'n soort van module, zeg maar, ervan defect is. Dus dat hij nog maar echt een minimale capaciteit heeft. En aan de andere kant, ik weet natuurlijk niet wat ze daarmee bedoelt. Of het nou echt is dat er dat ze normaal 70 kilometer kon fietsen en dat het nu nog maar 50 is. Bij mij is het overgekomen dat het bijvoorbeeld eerst 70 is en nu nog maar 20 kilometer. Dat kan voor mij wel iets hebben. Stel dat het nou een nikkel-metaal accu was geweest, dan had ik er al niet eens aan begonnen geweest. Want dan was het gewoon een accu die rot is. Dus wat we gaan doen, we gaan deze openmaken. En in principe even kijken wat erop doet. Ik heb de oplader niet. Maar ik denk ook niet dat ik die nodig heb. We gaan hem gewoon even openmaken en dan kijken wat hij doet. Yo. We kunnen kijken wat hij aan de voorkant al geeft. 20 volt, gelijkspanning. 200 doen. 40. Ik weet niet of je het kan lezen. Denk het wel. Hij geeft gewoon 40 volt aan. Die begrijp ik even niet. Daar gaan we wel even verder op onderzoek uit. Kan deze eruit? Oh, hij kan natuurlijk ook geploft zijn, want het is lithium polymeer. Misschien kan ik er wel even een plaatje in doen, maar dat je bijvoorbeeld hier een normale lithium polymeer hebt en hier een geplofte lithium polymeer. Dat heeft te maken met het te snel laden en ontladen. Dan, dan ploffen ze gewoon. Zo, die is eruit. Nou, moet ik toch wel even een beetje van dit spul eraf halen. Eigenlijk is er weinig op aan te merken. Ja, ik zal heel even kijken hoe ik dit aan jullie kan laten zien. Want in principe is het zo. 1 cel zit nominaal op 3,6 volt. Dat is bij lithium-ion zo, lithium-polymeer. Er zijn er wel een paar, dat is het verschil tussen de 3,5 en de 3,7 dacht ik. Maar normaal is het ongeveer 3,6 volt.
Zit je die helemaal op 100%, wat eigenlijk ook niet goed is, dan zitten ze op 4,2. Dus 4 is op zich goed, dan zitten ze gewoon goed vol. Dus je kan hier, kan je kijken, even kijken hoor, dit was de 0. Dan begin je bij de eerste. Die zit op 4. Dat is netjes. Dus dat wil zeggen dat de tweede op 8 moet staan. Nou, dat doet hij dus ook. Dat wil zeggen dat de derde op 12 staat. Nou, dat doet hij ook. Deze hoort er op 16 te staan. Dat doet hij ook. Deze hoort er op 20 te staan. Ja, dat is ook prima. Dan heb je 24. Dan heb je 28. Dan heb je 32. En dan heb je nog 36. En dus ook de laatste. 40. In principe dacht ik dat alles oké was, maar dat is het dus niet. Ik zal het zo meteen wel proberen uit te leggen door middel van een papiertje. Maar één cel is in ieder geval kaas. Dat wil zeggen dat die andere cellen, die proberen heel de tijd actief deze te compenseren, zeg maar. En je komt nooit meer op het voldoende voltage. En ik kan het misschien wel heel even laten zien. Het is of de eerste of de laatste. Het is de eerste. Nou weet ik alleen niet of jullie het zo genoeg kunnen zien. Zie je, dus hij blijft heel de tijd springen. Hij zou gewoon op een constante 4 volt moeten zitten. En dat doet hij dus niet. Ik kan het wel even laten zien door middel van de laatste. Dat is deze. Kijk, zie je, die zit gewoon netjes 3,94 volt. Dus eentje die ertussen zit, die is eigenlijk gewoon defect. Hij gaf ook aan, oké, maar als er dan één cel kapot is, zou het dan niet zo kunnen zijn om iets te combineren. Zijn moeder had namelijk nog een andere accu liggen. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik zei net 9 cellen, maar het zijn 10 cellen. Dat je van deze, als er eentje één cel defect is, dat je er één cel uithaalt. En dat je van die andere defecten ook één cel eruit haalt. En dat je die omwisselt, zodat je bij deze weer een goede hebt. Theoretisch gezien en praktisch gezien zou het op zich wel kunnen. Alleen dit zit natuurlijk zo hard in elkaar verpakt. Ja, dat het voor mij eigenlijk niet mogelijk is om er weer in originele staat terug te verpakken. Dus ja, voor mij is dat gewoon niet te doen. Dus voor mij houdt het hier eigenlijk op. Ik heb tegen hem gezegd, joh, ik neem weer mee naar het werk. Maar mocht je hem ooit weg willen gooien, dan kan ik hem altijd nog gebruiken in een of ander vaag project of zo. Maar dat komt wel goed. Ik laat zo meteen nog wel even op papier zien hoe het werkt. Vind ik op zich wel grappig om uit te leggen. Maar ik zet deze in ieder geval weer terug in elkaar. Ja, dan zal ik zo meteen nog wel even uitleggen wat ik ermee bedoel. En hoe het in elkaar zit. Okidoki. Ja, die zit erin. Prima, ik zal wel even uitleggen hoe het zit. Ik ruim het eerst even op. Je hebt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cellen. Allemaal in serie geschakeld. Plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus, min. Ga zo maar door. De eerste begint op 4 volt, dan heb je 8 volt. Dus iedere keer als je ze meer gaat schakelen, dan wordt het voltage hoger. Maar je bereik blijft hetzelfde. Je capaciteit, die blijft hetzelfde. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36... en 40. Dus dit is het voltage. Per cel gaat hij eigenlijk met 4 omhoog. En dan kom je op de 40 volt. En 40 volt is dan je maximale. En dan zal hij ergens bij de 32 volt zal die zeggen dit is je minimale. Dus qua voltage is dit je maximaal en je minimaal. Dat is ook met een normale cel. Die zit op nominaal op 3,6 volt. Dus 7 keer 10 is 36 volt. Op zijn minimale zit hij op 3,2 volt. Dus nu 32 volt. En op zijn maximale zit hij op 40 volt. Dat zou eventueel nog 42 kunnen zijn. Dan zit hij echt op zijn max. Maar er is nu één cel, is de kaas. Zo. Dus wat je nog overhoudt, zegt hij wel dat hij 40 volt heeft. Maar dat komt omdat hij aan het compenseren is, omdat deze kaas is. Maar je houdt in principe hou je nog 36 volt over. Dus dan zit je eigenlijk al min of meer op de helft. Dus je bent al de helft aan je capaciteit, die ben je kwijt. Stel dat hij nou teruggaat van je 36 volt naar 32, dan is hij leeg.
Dus in plaats van deze hele reeks van voltagevermindering, heb je alleen nog maar dit. Dus je hebt sowieso de helft heb je nog maar over. Snap je dat? Dus ik denk dat het ongeveer de helft is. Als ze eerst 70 kilometer kon, dat ze nu nog maar 35 kilometer kon. Dat denk ik. Ik zal hem wel even navragen. Ik heb hem nu in ieder geval weer in elkaar gezet. Ik neem hem gewoon weer mee naar het werk. En dan moet je maar kijken. Dit was het weer voor deze keer. Geen idee wanneer mijn volgende filmpjes, maar dat gaan we zien. Dankjewel. En doei hè. The ring and I'll jump right through.